Er is vandaag een congres waarin beleidsmakers, ondernemers en financiële partijen elkaar proberen te treffen om te kijken of er groeikapitaal beschikbaar is voor mensen met goede plannen of ondernemingen met behoefte om groeikapitaal te krijgen. En waarom we dit ook vanavond organiseren is om ondernemers eigenlijk de kans te geven om met heel veel partijen in contact te komen die ze kunnen helpen bij hun financieringsvraag. Kunnen ze bij ons terecht, maar ook, we kunnen ook direct doorverwijzen naar een aantal partijen die hier aanwezig zijn. En we hopen op die manier om ondernemers te kunnen helpen om de financiering die ze zoeken, ons te kunnen helpen om die ook daadwerkelijk te gaan vinden eigenlijk. Heel veel ondernemers weten zelf die investering niet te vinden. Dus makkelijk als er dan partijen als InvestMed zijn die wel het netwerk hebben waar je kan aankloppen, je plan kan indienen en de match kunnen leggen tussen ondernemer en investeerder. Als ik een pitch krijg en mensen beantwoorden deze vragen niet heel snel, dan denk ik, ja weet je, je kan wel een gaaf idee hebben, maar denk even na, waarom zou ik geld aan jou geven? Dan zijn dit de dingen waar je heel goed antwoord op moet hebben. Door welke partij wordt dit probleem nu opgelost? Waarom ga jij dat dan beter doen? Ja, het gebeurt al, dus waarom ga je het beter doen? En als nog niemand het probleem oplost, moet je gaan uitleggen waarom niemand dat nog kan. En er is gewoon weer wat meer vertrouwen aan het komen in de economie. En ook zonder vertrouwen in de economie beseft iedereen dat er een hoop innovatie nodig is. En voor goede plannen van goede mensen is er eigenlijk altijd geld. Er is ongelooflijk veel geld in de markt. Alleen er zijn niet heel veel hele goede plannen. Dus het zit hem vaak niet. Ik vind de klacht dat er geen geld is, vind ik niet altijd terecht. Als je echt een goed plan bent en je hebt een goed track record, dan is er veel te veel geld. Ik vond het zeer nuttig. Ik vond het leuk om. Het is goed om te netwerken en inderdaad, de presentatie van Jelle was zeer informatief. Met name wat ik heel erg goed vond uitgelegd is dat je verschillende manieren hebt van financiering en verschillende stadia waarin je je bedrijf aan het oprichten bent en uiteindelijk aan het doorontwikkelen. Dus voor mij is het nu duidelijk in welke fase van financiering ik mogelijk zit. Tot nu toe heel leuk en leerzaam ook vooral. Ik ben zelf dan bezig met een kleine onderneming en was eigenlijk... wat vragen en ik hoopte eigenlijk hier wat antwoord te vinden. En tot nu toe heb ik die al aardig gekregen en bevestiging van mijn concept, dus dat is altijd leuk. Nou ja, zeker een bruikbare avond tot nu toe.